Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 17 augustus van Weerplaza. We hebben vandaag te maken met een storing en die brengt veel wolken over ons land. Op de satellietfoto is dat goed te zien. En ook regen, vanochtend al in het westen van het land. Later vanochtend wordt het ook in het oosten nat. En vanmiddag trekt de regen geleidelijk aan naar Duitsland weg. Het klaart later vanmiddag en vanavond soms op. En het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden. De wind draait naar het zuidwesten en trekt aan tot windkracht 5 aan zee. Vanavond is het vaak droog, maar in het oosten kan er eerst nog een enkele bui vallen. En vannacht volgen er dan meerdere buien. Morgen begint de dag weer met flink wat buien, maar later op de dag knapt het weer op. Het wordt opnieuw 19 tot 22 graden en het waait flink vanuit het zuidwesten, windkracht 6 aan zee. In het weekend hebben we ook nog veel wind, vooral op de zaterdag. En ook ligt de temperatuur aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Het wordt 18 tot 20 graden. Er vallen geregeld buien, maar de zon breekt nu en dan ook door. Maandag breekt een periode met droog weer aan en wordt het ook warmer. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.